Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda. Mijn naam is Sam en welkom bij mijn laatste weekoverzicht. De straatvraag van deze week gaat over de vrijheid van Breda. Breda viert dit jaar 75 jaar vrijheid. En wij vroegen de mensen op straat, wat betekent vrijheid voor u? Breda herdenkt en viert dit jaar 75 jaar vrijheid. Onder andere het project Brabant Remember draagt hier aan bij. Dit is een project waarin 75 verhalen vanuit de oorlog worden verteld. Wij vragen ons af, wat betekent vrijheid nou eigenlijk voor de inwoners van Breda? Wat betekent vrijheid voor jou? Dat ik gewoon kan gaan en staan waar ik wil eigenlijk. Dat ik gewoon zelf kan kiezen of dat ik naar school ga of niet. Als je boven de 18 bent en dat eigenlijk wel. Vrijheid is toch een beetje zelf mogen doen wat je wil. Je eigen keuzes kunnen maken en je eigen pad kunnen gaan. Heel veel. Alles eigenlijk. Alles. Kun je iets specifieker ons uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, omdat het, het is moeilijk. Omdat je op straat dikwijls je eigen niet veilig voelt. En vooral 's avonds niet. Als je 's avonds ergens van een vereniging vandaan komt of zo. Dan wil je je eigen toch wel veilig voelen. En dat is niet altijd zo. Dat betekent eigenlijk alles. Hè? Je kan je doen en laten is vrij. En je kan zeggen wat je... Ja, beperkt natuurlijk ook weer. Maar een klein beetje beperkt is dat wel. Maar voor de rest vind ik het gewoon fantastisch hier zo. Qua vrijheid zeker. Zorgen dat anderen zich er niet te veel mee bemoeien. Wat vindt u ervan dat voor sommige mensen dit niet vanzelfsprekend is in de wereld? Ja, dat is jammer. En we moeten toch proberen om daar zoveel mogelijk afstand van te nemen van mensen die de anderen de vrijheid beperken. Ja. Is er iets in Nederland waarin u zich beperkt voelt op het gebied van vrijheid? Nee, helemaal niet. Tenminste, als je gewoon de normale normen hanteert, dan ken je alles eigenlijk. Hè? Bij Boerderij Wolfslaar werd de Groene Parel uitgereikt aan wethouder Paul de Beer. Dit is een prijs voor een duurzaam project in onze gemeente. Bij Boerderij Wolfslaar kreeg Paul de Beer de Groene Parel uitgereikt in het tuinhuis van Charlotte. De Groene Parel is een Bredase prijs voor gerealiseerde duurzame energieprojecten. Ja, de Groene Parel is een prijs die BRES, de energiecorporatie van Breda, een van eigenlijk de grootste, hebben die verzonnen als prijs om eigenlijk duurzame initiatieven toe te juichen. Dus iedere keer wordt een initiatiefnemer van een duurzaam initiatief, die krijgt die als prijs, als waardering voor dat initiatief. En ja, ik vind het wel heel bijzonder dat we hem nu als gemeente, dat ik hem in ontvangst mag nemen. En dat heeft alles te maken met de locatie waar we nu staan, met Boerderij Wolfslaar, die op een fantastische manier verduurzaamd is. Maar ik had nooit verwacht dat we daar een prijs voor zouden krijgen. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, jullie staan bij het Duurzaamheidscafé. Dat wordt georganiseerd door Groenplein. Hier wordt zeg maar uitgelegd hoe het tuinhuis van Charlotte is gebouwd van begin tot realisatie. Zeg maar. En kun je iets meer vertellen over Groenplein? Groenplein is het duurzaamheidsknooppunt van Breda. We zorgen er eigenlijk voor dat het bedrijfsleven, de overheid en de burger zeg maar, op één plek terecht kan, waardoor je met je duurzaamheidsvraag. Dus heb je een vraag over zonnepanelen of heb je vragen over afval, dan kun je zeg maar, terecht bij ons, bij Groenplein. Wat betekent duurzaamheid voor de gemeente Breda? Ja, duurzaamheid is op deze locatie wel heel erg breed benaderd. En dat is ook wel, denk ik, de goede manier om het te doen. Niet alleen maar gefixeerd zijn op energiebesparing of duurzame energie opwekken. Maar ook kijken naar welke materialen gebruik je. Is het circulair? Is het gebaseerd op biologische, ecologische producten? Heb je respect voor de omgeving, natuur, natuurlijke benadering? Maar kijk je bijvoorbeeld ook naar dingen als waterberging? Het wordt steeds belangrijker met een veranderend klimaat. Hè? Grillige buien, soms langere periode van warmte. Nou, hoe ga je daarmee om met die thema's? En dat is geprobeerd om dat bij Boerderij Wolfslaar dus te doen. En ja, het is toch wel heel gaaf dat er zoveel mensen over enthousiast zijn geworden. Carnaval komt er weer aan, dus dat betekent dat Breda wordt omgetoverd tot Kielegat. En Kielegat houdt dit jaar zijn eigen God Talent. Ben jij lichamelijk of geestelijk niet ouder dan 17 jaar en wil jij met carnaval op het podium van de Grote Markt de show stelen? Geef je dan snel op voor Kielegat God Talent en ga via de voorrondes op zaterdag 26 of zondag 27 januari in Parkzicht naar de finale.
Nou, we zijn hier in Café Zaal de Parkzicht in Breda. We zijn hier omdat wij hier de 26 en de 27 januari gaan wij hier de voorrondes houden van Kiligat's Got Talent. En dat is echt een prachtige show willen wij gaan maken. Kinderen kunnen daar komen van 0, voor mij apart dat 17. Maar wij hebben ook gezegd, het is carnaval, het is een familiedag. En dat betekent eigenlijk dat het van 0 tot 17, maar ook mensen die zich nog 17 voelen, die al 30 zijn, die mogen ook komen. En er zijn ontzettend mooie prijzen te winnen. Behalve dat je dus eeuwige roem krijgt op de Grote Markt in Breda. Op 5 maart, dinsdag 5 maart, ja, daar gaan wij dus recht voor om Kiligat's Got Talent te maken. Hoe is het om jurylid te zijn bij Kiligat's Got Talent? Nou, ik ben eigenlijk gevraagd en ik vond het eigenlijk een hele eer. Dus ja, vandaar dat ik gelijk enthousiast was. Ik denk, er zit zoveel talent hier bij ons in het Kiligat. Ik wil weten wat er allemaal leeft in de stad. Hebben jullie zelf ook talent? Ja, zelf persoonlijk speel ik en blokfluit en doedelzak. Nou ja, op een gegeven moment dan moet je gaan vernieuwen. We hadden de poppenkast. De poppenkast is ter ziele gegaan omdat je daar dood gewoon geen mensen meer voor kon krijgen. Maar we willen de carnaval steeds levendiger maken. Maar ook vooral voor de jeugd. Ook leuk voor de jeugd te gaan maken. Dus op een gegeven moment ga je dus dingen bedenken. En toen hadden wij gedacht van, hey, kunnen wij niet Kiligat's Got Talent gaan maken? Nou, dat hebben we dus met een heel team mensen. We hebben een prachtige jury erbij. Ja, dus het wordt gewoon een prachtig evenement voor Breda. Verborgen talent, daar kan overal in zitten. Zingen, nou, dat lijkt me logisch, dansen. Maar denk bijvoorbeeld aan acrobatiek of kennen goed turnen of jong leren. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Alle talent is welkom. Als jullie mee willen doen, dan moet je je vooral opgeven bij Stichting Kiligat. En we kunnen er meer over vertellen. Nou, en ik doe zeker een oproep. In eerste instantie ging het dus om kinderen tot 17 jaar, maar we hebben het uitgebreid. Ben je echt jong van hart en voelde wij je 17, dan komt ook in aanmerking. Dus als je 99 ja. bent en je hebt uw eigen tanden, ja. mag dan maar ook meedoen. Ja. Een familie Vondtrap in bij ons in Breda, komt uw eigen aanmelden. Of met trap. Ja, of met trap, kijk maar. En het gaat om het Kiligat. Ja. Dus woonde in het gebied 076 of net daarbuiten, dat maakt ons niet uit. Nee. Of is uw vader werkzaam, zeg maar, gewoon in het Kiligat, dan is dat een reden te meer om er te zijn. Inschrijven kan op jeugd@carnavalbreda.nl. Nou, die was het. Jij bent er. Ja. Deze week is de biljartcompetitie weer van start gegaan van biljartvereniging BVO. Wij waren aanwezig bij de eerste wedstrijddag in buurthuis De Vianden. In gemeenschapshuis Vianden is het jaarlijkse biljarttoernooi van start gegaan dat georganiseerd wordt door biljartvereniging BVO. Wij waren aanwezig bij de eerste wedstrijddag. U bent vandaag bezig met het afvalbiljarttoernooi Libre van de biljartvereniging Vianden. En wij spelen hier, vandaag beginnen wij met het toernooi. Daar doen 14 verenigingen aan mee en bijna 100 deelnemers. En het is een afvaltoernooi, dus dat betekent dat na de eerste ronde er een tweede ronde komt, een derde, een vierde, een vijfde en de finale rondes. Hoe is het om deelnemer te zijn aan dit biljarttoernooi, meneer? Altijd heel spannend. Er doen zo'n bijna 100 mensen mee. De concurrentie is heel groot. Dus je zal ervoor moeten gaan om je partij tot een goed einde te brengen. Wat vindt u er zo leuk aan om elke week naar het biljart hier te komen kijken? Ik heb plezier in dat die mannen zo gezellig onder elkaar het spel spelen. Ik hou het ook bij van de mannen. Hoeveel dat ze er moeten. En dat kruis ik ook aan. En dan ga ik met mijn man s'avonds thuis even kijken. Oh ja, dat was die en dat was die en dat was die. Heel leuk, ja. Kunt u iets vertellen over uw rol in dit proces? Wat heeft u voor deze dag gedaan? Nou, mijn rol in het proces is dat ik als wedstrijdleider en als voorzitter van de vereniging en vooral als wedstrijdleider uiteraard het hele toernooi heb georganiseerd. De vereniging aanschrijven, de inschrijvingen verwerken en schema's helemaal klaarmaken. Zodat we vandaag een eerlijk en open toernooi kunnen krijgen. Wat betekent biljarten voor u, meneer? Dat betekent vrije tijd vol te maken, hè?
En voor de gezelligheid. De biljartvereniging Vianden bestaat al ruim vanaf 1966, dus dat is al een hele oude vereniging. En wij spelen hier met gemiddeld zo'n beetje 25 man een onderlinge competitie. Het ene jaar libre en band. En het andere jaar libre en drie banden. En dat doen we al jaren. En we hebben daar ook een jaarlijkse trofee voor. En ja, wij spelen op de maandagen, de woensdagen en de vrijdagmiddagen. En dat gaat altijd naar heel veel plezier. Leeft u zelf, doet u zelf ook nog mee? Ik doe zelf ook nog mee. En ik ben ergens in het tweede gedeelte van deze maand ben ik aan de beurt. Maar ik stel dat ik doe mee, maar ik heb geen enkele verwachting over winnen of zo hoor. Ik speel al een jaar of 35 biljart, met heel veel plezier. En het is leuk om in deze context ook een keer mee te doen. Wat maakt biljart nou zo'n leuke sport voor u of voor andere mensen? Wat is er zo leuk aan? De biljartsport is leuk omdat het altijd een uitdagende sport blijft. Je wil je altijd weer verbeteren. Iedereen speelt een bepaalde moyenne. Dus je moet een aantal carambols halen. En je wilt graag je eigen prestaties verbeteren. En als er nou mensen zijn die kijken, die misschien ook geïnteresseerd zijn om te biljarten, hoe kunnen zij zich aanmelden? Ze kunnen zich hier bij de BVO Vianden, in het gemeenschaphuis van Vianden in het Ginneke, kunnen ze zich opgeven. Er is hier op maandagmiddag, woensdag en op vrijdagmiddag zijn er hier altijd mensen aanwezig die hun graag willen ontvangen, hun desnoods het een en ander willen vertellen en uitleggen hoe wij hier werken. En ze zijn altijd van harte welkom, want vooral nieuwe biljarters zijn tegenwoordig heel belangrijk om die binnen je vereniging te krijgen. Want zo makkelijk is het niet. Zoals ik aan het begin al aangaf, is dit mijn laatste weekoverzicht voor Breda Nu. Ik heb hier 6 maanden met plezier stage gelopen en nu is deze stageperiode tot een einde gekomen. En dat betekent dat ik mindere mate filmpjes ga maken voor Breda Nu. Jullie zien me waarschijnlijk nog terug bij andere video's, maar niet meer bij het weekoverzicht. Vanaf volgende week kunnen jullie nog steeds van het weekoverzicht blijven genieten, maar dan met een ander gezicht. Hartstikke bedankt voor het altijd kijken naar mij en ik wens jullie altijd veel goeds toe en we komen elkaar vast nog tegen. Een fijn weekend en tot ziens. Breda Nu. Je weet het meteen.